podiumus Sebastiaan Broeren. Op baan 4 voor ZV 44 Michiel Jongering. Op baan 5 voor de zwemvereniging Haarlem Bram Daalman. En op baan 6 voor ZPC Woerden Thijs van den Ent. En dit is de finale van de heren 50 meter vlinderslag parazwemmers. Michiel Jorink hier aan de leiding, deze 50 meter vlinderslag, de finale bij de Paralympische ploeg, de parazwemmers. En hier tikt Jorink als eerste aan een 27-18, tweede tijd voor Bram Daalman, 28-40, de derde tijd voor Sebastiaan Broeren, 28-89. En nu had ik niet gezien de puntaantallen, moet ik eerlijk zeggen. Dat ging zo snel dat ik even dat mis heb. We gaan kijken bij het jurycircuit. ...803 punten. Het hoogste puntenaantal van Thijs van den Ent. Hij is de nieuwe Nederlands kampioen. Dames en heren, een applaus voor Thijs van den Ent. En dan gaan we verder.